Voor wie heb je gitaren gebouwd allemaal? Oh, een heleboel mensen. Ja? Hoe lang doet je dat al? Bijna 30 jaar. Oh, mooi. En meestal voor Gypsy of voor iedereen? Voor iedereen wel. Ja, een gitaar. Oh, dat komt maar ik denk het over Patrick. Patrick? Ja, en Gino Navarro. Ja. Die de twee vrienden van me. Patrick is overleden dus. En die speelden allebei gitaar. En Patrick was de handelaar. Ja, toen de Stochelo begon te spelen eigenlijk. Toen hij heel jong was. Uh-huh. Toen had ik daar interesse in gewoon. Vond ik mooi. Ik speel geen gitaar. Ja, ik weet. Ik ben op een gegeven moment heb ik ook verzameld. Dus Fafino, Busato, Zalmer, alles. Een hele rij met alle oude gitaren. En toen heb ik heel veel gerestaureerd en van restaureren. Heb je veel geleerd? Ja, heel veel. Het verbeteren. Dat doe ik nog steeds trouwens. Misschien bijna wel het meeste wat ik doe. Verbeteren. Mag niet zeggen, maar hele bekende oude gitaren verbeteren. Ik heb voor Stocello, dus voor de Rosenberg familie heb gedaan. Ja. En voor Dorado Schmidt, hè? Ja, ook ja. Fappi. Fappi, ja. Okay. Ja, daar ben ik nu eigenlijk mee bezig met deze. Gitaar en nieuwe ontwikkeling. Ja, voor die gitaar, daar zit een speciale ontwikkeling in. Kijk niet naar het model, want het model dat is een fantasiemodel. Maar binnenin zitten speciale dingen in wat nog niet eerder gedaan is. En de gitaren dus, die daar staan, dat is helemaal, heb ik iets bedacht wat nog niet bestond. Maar dit spreekt me meer aan als gewoon een standaard Gypsy gitaar. Dit geluid tenminste. Hij produceert heel veel en heel makkelijk. Ja, kijk, dit is dat noemen ze een 12 frets gitaar. Maar omdat je een cutaway hebt, echt extra diep, kun je wel heel hoog spelen. Mm-hmm. Dus dan, wat je anders niet kan, dat kun je hier wel op doen. Dus dan kun je met een 12 frets gitaar, kun je ook gewoon normaal solo spelen. Mm-hmm. En een 12 frets heeft toch een ander geluid als een 14 frets gitaar. Wat is dit? Thank you.
soorten? Nee, hij pakt niet. Ik kan het gewoon maar. Beste merk van de gitaar, wat denk je? Ik weet niet zeggen, want je hebt overal wel gitaren die goed klinken. Dat gaat... Meestal is het als een gitaar ouder is en hij is goed uitgedroogd en hij is redelijk gebouwd. En wat denk je over Selma? Selma was voor die tijd, dus dan spreek ik van, vanaf de 40e jaren, was wel de best gebouwde gitaar. Ik wil niet zeggen het beste geluid. Ja. Daar kun je over reden met Christen, maar hij is heel netjes gebouwd. Vergeleken met de Dimoro of andere Pusato ook, die is ook niet netjes gebouwd. En Favino daarentegen, die komt ietsje later, is ook heel netjes gebouwd. Heel goed. Jack Favino is een hele goede gitaar. Mooi gebouwd. Jack stabiel. Favino. Jack Favino. Zijn zoon Jean-Pierre, die begon daarna. En die is niet zo succesvol geweest eigenlijk als zijn vader. En die bouwen ze nog steeds? Zijn zoon bouwt ze nog steeds. Maar een Favino is dus een grotere kast als van een Selmer. Dus het heeft ook een iets ander geluid. En een Selmer, een traditionele Selmer, dat noemen ze een vierbalk systeem. En een Favino is een driebalk systeem. En Busato, de goeie, zijn ook weer vierbalks, maar die hebben ze zelfs met één balk gemaakt. En kan ons geven raad wat wij kunnen doen met gitaar, wat is goed voor gitaar en wat is slecht voor gitaar? Nou, wat slecht is voor een gitaar is in ieder geval als je binnen zit en het vriest en je hebt de centrale verwarming aanstaan en wat ook heel slecht is, airconditioning. Als je niet de vochtigheid in de gaten houdt, airconditioning vermoordt je gitaar. Aha. Ik voor mij idool is Birelli, hè? No. En voor u? Ja, moet ik uitkijken wat ik zeg, maar ik denk dat qua techniek en hoe noem je dat? Ja, ik kan meer zeggen, dat moet niet één persoon, maar meer, ja, dat nee, kan. Nee, dat gaat er ook om, hoe noem je dat, artisticiteit, dus dan denk ik dat Fappie toch... Fappie, ik dacht dat. Ja, en qua techniek, puur techniek, is toch gewoon natuurlijk wel op eenzame hoogte. Dus Fappie en Birelli, is zo goed dat hij alles kan spelen, maar sommige stukken, dan kan ik hem helemaal niet meer volgen, dan denk ik ja. Ja, dan kan het me niet boeien, maar soms ook doet hij fantastisch, maar ook heel vaak, ja, dan is het niet mijn muziek. Ik bedoel, het is allemaal heel goed, maar muziek moet je ook pakken.